Hi, ik ben Thomas Singh, pleinbeste.nl. Ik ga het vandaag eens over heel iets anders hebben, namelijk het feit dat we veel te veel suiker eten. En eigenlijk zou suiker in het rijtje tabak, alcohol, drugs, suiker moeten zitten. En dat zit het niet. En dat is onterecht, want het is ongelooflijk ongezond. En ik kan alleen maar aangeven, ga eens bewust een paar weken van suiker af. Nou, en dat... Als je echt heel streng wil zijn, dan is dat ongelooflijk moeilijk. Maar eigenlijk moet je het jezelf gewoon makkelijk maken. Hoe kan je van de suiker af? Nou, je blijft van alle kristalsuikers en dergelijke, blijf je gewoon vanaf. Verder, op brood, kaas, worst, sandwich bread, whatever, maar geen suikers. Dus geen hagelslag, dat soort zaken, geen jam, daar blijf je vanaf. Stop ook met het drinken van siroop. En ga ook minder alcohol, want dat is ook eigenlijk suiker, maar goed, dat is dus even voor jezelf om te kijken. Maar zorg ervoor dat je ook qua eten, heel vaak is zo van, doe maar een sausje overheen. Dat sausje is puur suiker, dus doe dat dan niet. Dat soort stappen kan je nemen om ja, eigenlijk veel gezonder te leven. Neem eens wat vaker bijvoorbeeld een yoghurt of een kwark, maar dan wel liefst de ongesuikerde. En ga er dan geen suiker in gooien. Ja, is dat dan lekker? Ja, daar kan je aan wennen. Laat het zo zeggen. Natuurlijk, suiker vinden we hartstikke lekker, daarom gebruiken we het. Maar we gebruiken het zo ontzettend veel, dat het vreselijk ongezond voor ons is. En wat we hebben gezien de afgelopen 50 jaar, is dat er heel veel aandacht is geweest vanuit de medische wereld voor vetten. En geen of weinig aandacht voor suikers. Eigenlijk is het zo dat je beter vet kan eten dan suiker. Dus gooi die suikers er eens uit. En eigenlijk is het heel simpel. Probeer dat eens 2-3 weken. Dat hoeft niet helemaal, maar probeer dat eens. En kijk eens wat dat met je doet. En eigenlijk zou je dan moeten zeggen van tevoren opschrijven. Hoe voel ik me? En na 3 weken, hoe voel ik me nu? En hoeveel weeg ik? En je zal zien dat als jij echt van die suikers afblijft, 3 weken, dan scheelt dat een kilo. En je voelt je beter. Je gezicht wordt iets smaller. Je buikvet verdwijnt. Dat soort zaken. En je bent gewoon echt een aantal kilo's, belangrijke kilo's ben je kwijt, maar je voelt je gewoon veel beter. En dat is echt enorm belangrijk. En natuurlijk kan je doorgaan met suikers eten zoveel als je wil en dan krijg je vanzelf de nodige medische problemen. Maar probeer het eens gewoon uit. Kan je leven zonder die suikers? En het antwoord is ja. En dan ga je het nog lekker vinden ook. Ik eet dan 's morgens tegenwoordig yoghurt met Brinta en een heel klein beetje krusli. Net even dat ik ieder hapje één zo'n krusli dingetje erin heb. Het hoeft niet naar nul, maar je kan het wel enorm verminderen. Ik vind het veel lekkerder als het brood met jam wat ik eerst nam. Nou, en tussen de middag kaas, worstelbrood in plaats van jam en hagelslag en honing en dat soort zaken. En ik at altijd mijn kaas met jam eroverheen. Ja, nu niet meer, ja. Echt gewoon minderen van die suiker. Het scheelt echt enorm. Dus ik kan die tip alleen maar meegeven. Als je nog sportief bent, dan zal je merken dat het echt veel scheelt. Maar ben je niet meer sportief, ja, dan gaat het vooral in de kilo's schelen, denk ik. Dus in die zin, het is niet zo dat je als je... Je moet wel gewoon eten. He, en granen zo kan allemaal wel. He. Er zit ook suiker in, he, maar dat is geen... Kristalsuiker is niet gecreëerde suiker, dus dat vind ik veel minder erg. Ik ben geen medicus overigens, hè, maar probeer het maar eens gewoon uit en voel voor jezelf hoe of dat gaat. Maar die suikers hebben we gewoon pertinent niet nodig. En ja, ik kan echt alleen maar die tip geven om daar eens naar te kijken. Eigenlijk, hè, na de carnaval is het vaak, doe 40 dagen geen alcohol. Nou, nu komt Pasen eraan, doe eens 40 dagen geen suikers. Nou, maak er 15 of 21 dagen van, whatever. Maar probeer het eens. En ik ben heel benieuwd, als je dat hebt gedaan en je over een paar weken reactie, dan zet die eens onder het artikel. Lijkt me leuk om daar eens iets van te horen. Ik hoop dat er een aantal mensen zeggen van, nou, dan ga ik eens gewoon proberen. Het is het waard. Dankjewel voor het kijken. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan en druk ook op belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar pleinbest.nl en schrijf daarin. Dan kan je ook reactie op artikelen geven. En schrijf daar ook in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!